Een modern productie- en trainingstation van het innovatief agroproductiebedrijf B4 Concepts Management en Advies is afgelopen donderdag opgeleverd. Ravin Ramnandan Lal, directeur van B4 Concepts Management en Advies, zegt dat het bedrijf nu op een locatie staat waar zij de agrariërs kunnen faciliteren. Ramnandan Lal gaf verder aan dat B4 Concepts Management en Advies een bedrijf is dat helpt andere bedrijven op te zetten. Nu staan we hier op een locatie waar we dus onze outgrowers, onze telers, nog beter kunnen faciliteren. Want dat is wat wij doen. Wij zijn een knowledge company. Wij zijn een bedrijf dat helpt andere bedrijven op te zetten. Dat is wat wij doen. Dat is onze business. Binnen 3 maanden tijd, in 6 modules, 10 fysieke sessies op hun locatie, zetten wij een mini-farm op van nabij 200 vierkante meter. Met kweekunits, met plantjes, met meststoffen, alles zit in dat pakket. En binnen 3 maanden gaan ze al oogsten. En hebben ze al een up-and-running company. En na 3 maanden is het al gewoon kassa, ze hebben geld in hun handen. Dus het is een concept van seed to sales. Not seed to harvest, seed to sales. Maar een van de modules is ook marketing, entrepreneurship en sales. Dat in een notendop. Volgens HI-minister Steffen Tsang zal dit mini-productie- en teststation ondersteuning bieden aan telers om middels training hun productie te verhogen. Hierdoor kan ook de exportmarkt voorzien worden. De bewindsman gaf aan wat het streven van de regering is. Het streven van de regering is om mede met de uitvoering van het pilotproject IFS de volgende resultaten te bereiken. Verhoogde productie, innovatie en productiviteit, waarbij ondernemers concurrerende goederen en diensten van hoge kwaliteit leveren op de lokale markt en voor de export. Een toename van export en deviseninkomsten. Een toename van productieve werkgelegenheid. Ik ben bijzonder blij met deze mijlpalen omdat de bouw van de productiestation volgens planning is gerealiseerd. De maatregelen van de regering beginnen hun vruchten af te werpen. Enkele dagen terug hebben we de launch gehad van onze nationale kwaliteitsbeleid. Dit is een initiatief om kwaliteit en standaarden te verbeteren, te verhogen en te waarborgen, waarmee we onze producten en diensten verheffen naar een internationale standaard. Het is allemaal onderdeel van de visie van de regering om meer exporten te stimuleren en ook om ons toerismeproduct verder te ontwikkelen. De directeur heeft al reeds aangegeven, dit jaar is een jaar van oogsten. Maar oogsten is ook hard werken. En laten we dat vooral niet vergeten, but we can do the job. Met de uitvoering van dit programma wordt concreet invulling gegeven aan het beleid van de regering om ondernemerschap te stimuleren en om het ondernemersklimaat te verbeteren. Minister Steffen Tsang van Handel, Industrie en Toerisme. Hij sprak afgelopen donderdag bij de oplevering van een modern productie- en trainingstation van het innovatief agroproductiebedrijf B4 Concepts Management en Advies. De oplevering vond plaats op het terrein van B4 Concepts, de leiding 11A.